Lisette, goedemorgen. En naar de Europese Commissie, want die roept de EU-landen op om 50.000 vluchtelingen op te nemen. Ja, die vluchtelingen die komen dan vooral uit het Midden-Oosten en uit Afrika. Op deze manier wil de Europese Commissie mensensmokkelaars eigenlijk tegenwerken. Het opnemen van vluchtelingen, dat is niet verplicht, maar elke lidstaat die dat doet krijgt wel 10.000 euro per vluchteling. Tot nu toe zijn de lidstaten alleen nog niet heel erg enthousiast. Nederland die doet pas een toezegging zodra er een nieuw kabinet is. En wij vroegen aan Kamerlid van VVD Europa, Hans van Balen, wat hij ervan vindt. Nou, het is een veel te ruimhartige regeling, hè, om 50.000 vluchtelingen op te nemen in de EU. Belangrijker is om nu eerst met al die landen van Afrika afspraken te maken dat zij die vluchtelingen zelf opnemen. Die komen via die landen. Wij kunnen die landen financieel, economisch en ook qua gezondheidszorg steunen. Maar er is geen enkele reden om mensen naar Europa te laten gaan die daar ook geen toekomst zullen hebben qua werk. Dus je moet dat zo niet